Yo gasten, Samke hier en weer de tijd voor een nieuwe vlog. En in deze vlog wil ik het in over de voor- en nadelen van vapen. Nu, ze noemen het een elektronische sigaretten, maar eigenlijk is het geen elektronische sigaretten. Het is het verdampen van vloeistoffen en vaporizing. En daarmee noemen ze het vapen. Nu, hoe ziet een vape eruit? Dit is een vape. Het heeft verschillende soorten. Door de tijd dat vape nu al een beetje in is, zijn er al veel andere en veel modernere versies gemaakt dan die. Deze is mijn vape. Het zijn twee delen. Het eerste deel is de batterie en de bedieningen. Het tweede deel is je tank, hetgene waar je vloeistof in gaat. En ook hetgene waar je vloeistoffen verdampt. Oké, deze twee dingen passen in elkaar. Deze bedient de sterkte van stroom dat er doorgaat. Nu, ik ga niet in diepte gaan van ohms en volts en allemaal onze dingen. Als je wilt meer weten over vapen en hoe dat deze werkt, stuur mij een berichtje beneden in de reacties en ik zal wel antwoorden. Maar er zijn voor- en nadelen aan vape. En nu gaan we niet beginnen over van, oh, het is veel gezonder dan gewone sigaretten en onze dingen. Nee, dat weten. Hey, we zijn daar nog niet zeker, omdat vapen bestaan nog zo lang niet, dus er is nog niet echt in de lange termijn van wat dat effect heeft van vapen, van sigaretten. Sigaretten bestaan al kwee nieuw lange, dus we weten van, kijk, achter zoveel tijd of dat. Er is al meer onderzoek geweest wat dan sigaretten doen en nog niet zoveel over wat dat vapen doet in de lange termijn. Is het gezonder? Ik wijs van, dat is wel gezonder, maar het zal ook niet 100% gezond zijn. Hey, niks is nog altijd beter. Als je niet rukt, als je niet vaped, de rest nog altijd beter. En vandaag gaan we het in over de voor- en nadelen van vapen versus sigaretten. Het eerste voordeel dat ik vind is de prijs. Zo'n toestel kost ongeveer, ja, laat ik zeggen, 100 euro. Je kunt zeggen van wat, 100 euro, de rest ik weet niet hoeveel. Maar pijs een keer hoeveel geld dat je niet verdoet aan sigaretten. Deze is één aankoop. Ik heb dat 2 jaar geleden gedaan. Ik heb er 100 euro voor betaald en het werkt nog altijd. Nu, je moet er wel vloeistof in doen, dus dat is ook wel een kostprijs. Daarin kun je gaan voor ofwel iets duurder, ofwel iets vrij goedkoop. De vloeistof dat ik meest gebruik is van Millers. En deze kost ongeveer rond de 3 euro. Nu, je kunt ook veel duurder gaan. En dan heb je ook deze van Cosmic Fog. En deze kost 20 euro. 20 euro, dat is 10 milliliter en dat is 15 milliliter. Maar wel een groot prijsverschil. Dit is nu wel een raar voordeel, maar als je voor de goedkopere liquids gaat, dan komt er wel goedkoper uit dan dat je sigaretten koopt. Een nadeel van vapen is wel, deze werkt elektronisch. Dus dat wil zeggen, als je batterie plat hebt, dan sta je daar. Stel je voor, je zit ergens, je bent aan het vapen en plotseling, paf, je batterie is plat. Ja, je staat er geen stekker, je hebt je kabel niet mee, je kunt je batterie niet inplannen, dus gedaan met vapen, terwijl dat je een pak sigaretten overal kunt kopen. In cafés, in nachtwinkels, in supermarkten, overal. Plus, je kunt ook gemakkelijker vragen tegen iemand dan neffies thuis staat van, hey, je hebt een sigaretje of het een of het ander. Terwijl bij een vape, ja, dat is iets. Een vape is eigenlijk iets persoonlijk. Gaat dat niet zijn van, kijk, hier een beestemmetje, 5 minuutjes en allemaal. Nee, dat gaat niet. Nu, het is niet alleen uit batterie dat kan afgaan, maar het is ook uit liquids dat kan uit zijn. Je kunt aan het vapen zijn en je liquids is ook uit. We gaan de liquids vergelijken met de aansteker. Je nummer 1 kun je praktisch overal vinden, ook nachtwinkels, overal. In cafés verkopen ze zelfs ook briquets. Dus een nadeel van vapen is van, als je liquid uit hebt, raak je veel moeilijker aan nieuwe liquid dan dat je een briquet zou uitzetten. Nog een voordeel van vapen is van, zolang dat maar zijn van, de vape is iets persoonlijk. Je kunt dat kiezen in kleur, vorm, formaat, al wat je wilt. Het is zolang dat je een gsm meet. Je kunt kiezen voor een bepaald merk, een bepaald kleurke, met een hoesje erover, met je ding of met dat en allemaal. Het is iets persoonlijk, dus eigenlijk ook een voordeel van vapen is van dat je een beetje kunt kiezen met wat je rondloopt. Een pak sigaretten ziet eruit als een pak sigaretten. Je kunt dat niet echt veranderen. Je kunt er wel een beetje kleuren en tekenen en allemaal, maar dat blijft niet hetzelfde of dat je een blauwe vape, een zwarte vape of een roze vape eet. Dus je kunt een beetje, ja, dat is een soort accessoire, laat het zijn. Ook een voordeel van vapen is de smaak. Je kunt duizenden smaken in van bananen, framboos, cappuccino, red candy en energiedrank. Nu, bij sigaretten heb je dat niet. Sigaretten smaken ze links. Sigaretten heet wel zo van,
van die zwarte sigaretten ze dan eens een beetje fruit te smaken en allemaal, maar dat is niet hetzelfde. En ook zeg het duizenden smaken, dan bedoel ik ook duizenden smaken. Deze zijn de capsules dat ik spaar die over de 2 jaar dat ik nu al vijf heb. Zit er van alles in, fruit mix. Wat zit er hier nog in? Ja, Sweet Intensity, Melon, we hebben daar Blue Star, Champagne, Vitamine Booster. Dus een voordeel van vapen tegenover sigaretten is veel keuze in smaak. Nog een voordeel van vapen is, en deze is een beetje moeilijk uit te leggen. Hè. Stel nu, je zit buiten, je bent aan het vapen. En plotseling moet je iets anders doen of wat. Je kunt gewoon stoppen, je zet je vape langs de kant of je steekt dat binnen je zakken en dat is gedaan. Bij een sigaretten kun je dat, ja, je kunt dat wel, maar dat is eigenlijk wel een verspilling. Als je sigaretten oprookt tot ongeveer in de midden, dan heb je nog een halve sigaret over en je kunt dat wel wegsmijten. Maar dat is dan eigenlijk verspilling aangezien de prijs zo duur is van sigaretten. Een nadeel van vapen is van je moet hem in je hand houden. Je kunt dat niet tussen je tand steken en als je zo rondloopt, nee, dat ga je niet durven, dat is veel te zwaar. Nu bij een sigaretten, je steekt dat in je mond en je hebt je handen vrij voor te doen wat je wilt. Dus sommige mensen vinden dat een nadeel, zullen mechaniekers, mensen gaan veel meer aan de hand werken, ze steken in de sigaretten in hun mond en ze zijn nog altijd bezig. Bij een vape kun je dat niet, je moet dat neerzetten of je moet dat in je zakken steken en allemaal, dus dat is wel een nadeel. Nog een nadeel van vapen is het onderhoud. Je zit pijzen van, ah oh ja, dat is er niets aan, je wil de hele tijd liquids erbij gieten. Maar je moet natuurlijk ook de coils vervangen. Je moet die tank een keer proper maken. Plus, als je er liquid in doet, moest je altijd een beetje liquid en allemaal. En dan moet je dat opkuisen en al zo'n dingen. Nog eigenlijk een nadeel, als je coils op zijn of ze zijn deurbrand, vind ik dat veel ambetanter dan als je liquids hebt zijn. Maar dat er nu zoveel winkels zijn in heel België dan in de specialiseren in vapen en allemaal, is het gemakkelijker voor aan liquids te komen dan aan coils. Want je moet rekenen, ze moeten die coils binden. Ze moeten het dan nog in voor je specifiek toestel en allemaal. En liquids, dat is ja, eigenlijk universeel. Liquid is liquid. Als je dat nu in het ene toestel giet of in het andere toestel, dat blijft helemaal hetzelfde. Dat was het voor deze week. Hopelijk heeft er een beetje van genoten en een beetje geleerd wat dan de voor- en nadelen zijn van vapen. Als je nu zelf vapet of niet vapet. Als je zelf ook voordelen of nadelen weet van vapen, schrijf ze zeker in de reacties beneden. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. Volg mij op Facebook, Twitter en op YouTube. En tot volgende week. Hè.